Extinction Rebellion blokkeert Rabobank-filialen in het hele land. In Nijmegen komen ze niet binnen, maar in Elst hebben ze meer geluk. Door het hele land waren vandaag filialen van de Rabobank het doelwit van klimaatactiegroep Extinction Rebellion. Voor een nieuw protest was het hun doel zichzelf vast te ketenen in het bankgebouw. Het filiaal aan de Keizer Karelplein in Nijmegen leek voorbereid te zijn en had beveiliging ingehuurd. In Elst had de actiegroep meer geluk en ketenden de leden zichzelf vast in de lobby van het gebouw. Rond 12 uur deze ochtend kwamen de demonstranten aangelopen bij de Rabobank in Nijmegen. Ze hebben daarna direct spandoeken opgehangen. Extinction! Rebellion! Extinction! Rebellion! Ja, we zijn aan het actie voeren. Dat is nog niet voorbij, nog lang niet. Ja, we voeren actie tegen het beleid van de Rabobank eigenlijk. Het doel van de demonstratie is duidelijk. Ja, we hopen dat, net zoals ons vorige succes op de A12, dat het toch wel balletjes laat rollen. Vooral bij de beleidmakers bij de Rabobank. Dat zij ook gaan inzien dat dingen moeten veranderen in hun beleid. En als ze dat niet doen, dan blijven we terugkomen natuurlijk. De activisten zijn al een klein uurtje aanwezig. Het echte protest zit er inmiddels al op. De politie is ter plaatse gekomen om te kijken hoe ze de toegang tot de Rabobank weer vrij kunnen krijgen. Het lijkt erop dat de activisten dit niet gaan doen. Wat vindt u ervan dat er zo actie wordt gevoerd? Ik vind het wel goed dat er eindelijk actie wordt gevoerd tegen de Rabobank. Omdat ze best wel veel verwoesten de hele tijd. Dus, en ik loop voor Greenpeace voor goede doelen. Dus ik kwam hier gewoon toevallig voor langs. Dan worden bepaalde dingen onder de aandacht gebracht. Dit doen wij omdat de Rabobank de weg naar een duurzame, eerlijke en gezonde toekomst blokkeert. Wij zullen stoppen met deze blokkades bij de Rabobank als de Rabobank de weg weer vrijmaakt. Door ten eerste geen geld meer te steken in industriële landbouw die leidt tot natuurverwoesting, boeren en dierenleed. Omdat bij de Rabobank in Nijmegen niet het gewenste resultaat is behaald, zijn een paar demonstranten gaan kijken in Elst. Daar zijn ze de Rabobank wel binnengekomen en hebben zich vastgeketend om een paal. De rest van de demonstranten zijn ook deze kant op gekomen om verder te demonstreren. Er zitten nu 5 mensen binnen die eigenlijk blijven zitten totdat ze weggehaald worden door de politie. Deze demonstranten hebben zichzelf vastgemaakt aan elkaar met PVC-buizen. Dat er door het hele land verschillende demonstraties zijn, heeft de politie een speciale eenheid ingezet om de demonstranten los te knippen. Alleen moeten we daar wel even op wachten. Nee, dat weten we niet. Nee, het is eigenlijk altijd een beetje een afwachtende situatie, want we weten niet hoe het zit met de politie en wat ze allemaal gaan doen. Nee. Dus dat weten we niet. Nee. Maar ja, we blijven wel totdat ze eruit komen. Het Nijmeegse gemeentebestuur ziet geen hel in de komst van 2 woontorens bij het Goffertstadion. Voetbalclub NEC vroeg deze zomer om aanpassing bij het bestemmingsplan om onder meer woningbouw bij hun stadion toe te staan. Daarnaast wil de club flink veel minder betalen om het stadion van de gemeente te kopen. Maar het college ontraadt de gemeenteraad om voor deze plannen te stemmen. De aankoop van het Goffertstadion en de eventuele uitbreiding zijn al jaren onderwerp van discussie. Eind 2017 stemde de gemeenteraad in met het plan dat NEC het stadion mocht terugkopen van de gemeente voor €7,6 miljoen. In juni 2021 is die koopoptie verlengd. Op basis van inmiddels betaalde aflossingen zou NEC het stadion volgens de gemaakte afspraken mogen terugkopen voor €6,6 miljoen. Een bedrag dat de club niet kan betalen. De Duitse metalband Rammstein keert volgende zomer terug naar Nijmegen. Op dinsdag 18 juni staan de mannen wederom in het Goffertpark met een Europese stadiumtour. In juli 2022 gaven ze ook al 2 concerten op deze locatie voor dezelfde tournee. De kaartverkoop start volgende week woensdag om 11 uur. Ticketprijzen zijn nog niet bekend. Vorig jaar kostte een regulier ticket €87. Het was vandaag weer Coming Out Dag. De dag waarop aandacht wordt gevraagd voor het moment waarop mensen openlijk uitkomen voor hun genderidentiteit. Natuurlijk kan Nijmegen dit als regenboogstad niet zomaar voorbij laten gaan. Dus begon de dag traditiegetrouw met het hijsen van de regenboogvlag aan de Stevenstoren. 5, 4, 3, 2, 1. Dus in de jaarlijkse traditie ondertussen, dat ieder jaar op Coming Out Dag. Dat is de dag waarin we vieren dat je jezelf mag zijn, dat je mag houden van wie je wil. Ja, dat wordt gevierd en dat mag juist ook zichtbaar zijn. En ja, de Stevenstoren is natuurlijk de hoogste toren van Nijmegen en wijde omtrek zichtbaar. Dus het is heel mooi dat daar die vlag de hele dag wappert om dit te laten zien. Wij willen als stad duidelijk maken dat iedereen in Nijmegen mag zijn wie die wil zijn en mag houden van wie die wilt. En daarvoor hangen wij de regenboogvlag op. De regenboogvlag zelf wordt ook steeds inclusiever. Vandaag wordt dan ook de meest recente versie van de vlag gehesen, inclusief het gele driehoek met de cirkel. Ja, dus ik vind het heel mooi dat de gemeente Nijmegen nu in principe in de uiting de Progress Pride vlag laat zien. Die vlag die heeft speciaal aandacht voor de transgender personen, voor mensen van kleur en voor intersexe personen. En dat is omdat deze personen binnen de regenbooggemeenschap nog het meeste moeten strijden voor hun acceptatie en zichtbaarheid. Coming Out Dag is een jaarlijks terugkerende dag. Toch blijft Nijmegen hiervoor de vlag hijsen, want een dag als deze is nog steeds erg belangrijk. Omdat we weten dat er in onze stad groepen zijn die het soms nog moeilijker hebben of om wie ze zijn worden aangesproken door anderen. En we willen er als stad zijn en laten zien, we kunnen in Nijmegen een veilige omgeving maken en iedereen mag hier zijn wie die wil zijn. Ja, juist als je dit organiseert, dan maak je het extra zichtbaar. En er stond een heel schoolplein vol met kinderen die dus vandaag heeft gezien hoe belangrijk het is om hier aandacht voor te hebben en dat je jezelf mag zijn. En ja, misschien dat dit een zaadje plant voor mensen om dat ook aan te durven en ja, op die manier je veilig en vrij te voelen om te zijn wie je bent. Nijmegen is een zogenaamde regenboogstad. Het hijsen van de Pride-vlag is dan ook zeker niet het enige dat de stad doet voor de LHBTIQA+-gemeenschap. Ja, Nijmegen is ook echt een regenboogstad. We hebben een regenboogagenda, dus heel veel acties die we doen in de stad om het beter te maken voor iedereen in Nijmegen. En extra aandacht te geven aan groepen die het soms nog moeilijk hebben. Vandaag hebben we het op wat gespat na nog best lang droog gehouden. Maar vanaf vanavond gaat het dan toch regenen. En die regen, daar komen we voorlopig even niet meer vanaf. De donderdag belooft behoorlijk grijs en nat te verlopen. Ook de temperatuur is niet meer wat het geweest is en blijft morgen steken op zo'n 16 graden. Vrijdag stijgt het kwik weer wat verder naar zo'n 23 graden, maar ook dan hebben we met de nodige regen te maken. Daarna blijft het wisselvallig en koelt het definitief af naar temperaturen die eigenlijk wel normaal zijn voor de tijd van het jaar. Tot zover het RN7 regionieuws van woensdag 11 oktober. Volg ons ook op Facebook, X en Instagram via RN7 online en houd voor het laatste nieuws onze website en app in de gaten. Graag tot morgen.